Het is aanpoten voor Kimberly Schilder. Ze was medewerkster in de bloemenzaak, maar is nu samen met haar moeder de eigenaar van Neeltjes Bloemen. Dat was een verzoek van de familie van Neeltje. Je staat er toch zonder Neeltje en dat blijft gewoon een heel gek gevoel. Ja, ik hoop natuurlijk dat de klanten altijd blijven komen. En dat het net zo druk mag blijven als dat het was. Ja. Je bent nu ineens van medewerkster, ben je ineens de baas geworden? Ja, dat is heel raar. Dat besef ik ook nog helemaal niet. Samen met mijn moeder, we staan er eigenlijk zo van... Neeltje kan ieder moment binnenkomen en dat blijft heel raar. Elke dag ben je bij ze, maar het voelt goed. Want ik kan me ook voorstellen dat het juist dat heel moeilijk maakt. Nee, het voelt goed. Het is net of ze meekijken en gewoon ons de goedkeuring hebben gegeven om dit te doen. Dus op de achtergrond zwaait zij nog steeds de scepter? Ja. Ze staat ook gewoon altijd naast me. Dus het is heel, heel gek. En ze hebben het druk. Want de klanten hebben gewacht op het weer opengaan van de bloemenwinkel. Kimberly en Alice krijgen veel positieve reacties. Ik vind het heel mooi dat ze dit weer doen. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Dus het is mooi toch? Het is een stukje leven er weer in. Ik ben blij voor de nabestaan van Neeltje dat er werk toch voorgezet wordt. En ze hebben hier altijd leuke spullen. Dus, Als je hier een bloemetje koopt, ja. Mijn onderliggende gedachte is wel echt wel even van Neeltje in Verkoor. Ja, heb ik wel.